Goedemorgen gemeente. Namens de Wijkkerkraad mag ik u vandaag allen hartelijk welkom heten in deze dienst. Met name ook een hartelijk welkom aan allen die niet, om welke reden dan ook, het nog aandurven naar de kerk te komen en die deze dienst met ons meevieren via het internet of via YouTube. De voorganger van de dienst van vandaag is onze oude wijkpredikant dominee Jan Bos. En de organist is Teun Zondag. Wij vieren vandaag de 9e zondag van de zomer. Over zaaien, maaien en oogsten gaat het in de zomer. Vanmorgen horen we hoe dat zaaien vandaag gepaard gaat met tranen. Maar de dag komt dat we weer zullen zingen en oogsten. Wij zijn nu een moment stil ter voorbereiding op deze dienst. De paaskaars brandt en wij mogen het licht verspreiden. Ik zal zelf de kaars aansteken en daarna luisteren wij naar Psalm 27.
met u. Onze hulp is in de naam van de Heer. Almachtige God, alle harten liggen voor u open. Alle verlangens zijn aan u bekend en voor u bestaan geen geheimen. Zuiver onze harten en gedachten door de adem van uw geest, dat wij u voluit lief hebben en uw naam alle eer aan doen. Door Jezus Christus, onze Heer. Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen om zijn barmhartigheid. Na ons gebed om ontferming horen wij het lied, zal Loes Braak voor ons zingen, als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. Laten wij bidden. Nog altijd waart het virus rond op aarde. Het slaat venijnig toe in Amerika en in Brazilië, in Servië opnieuw, in Spanje opnieuw, in Rusland nog steeds, in India nog steeds, in Amsterdam opnieuw, in Rotterdam, in Parijs, in Madrid, in flatgebouwen vlakbij waar arbeidsmigranten zitten opgepakt, in feestzalen, waar mensen troost en verlichting zoeken. En miljoenen leven in angst en duizenden zijn ziek. En in ons midden zijn mensen bang vanwege de ontzettend slechte economische cijfers, bang om hun werk te verliezen. In ons midden leven mensen eenzaam en onzeker. Ontferm u, God, in de hemel over de mensen op de aarde. Kom ons te hulp, verlicht ons met uw geest, dat wij elkaar dragen en vasthouden. Amen. Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. Als God ons thuis
Wij bidden samen diezelfde psalm, psalm 126. Toen de Heer het lot van Sion keerde, was het of wij droomden. Toen zeiden alle volken, de Heer heeft voor hen iets groots verricht. Keer ook nu ons lot, Heer, zoals u water doet weerkeren in de woestijn. Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad. Dragend de volle schoof. Eer zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. De eerste lezing is Jesaja 55, vers 10 tot 13, en die wordt gelezen door Tineke Krikke. De regen en de sneeuw vallen uit de hemel en gaan daar niet naar terug. Maar ze maken de aarde nat en vruchtbaar, zodat er planten gaan groeien. Die planten zorgen voor zaad voor de zaaier en voor brood voor de eter. Net zo zullen de woorden die ik spreek niet naar mij terugkomen, zonder dat ze hun werk hebben gedaan. Wat ik zeg, zal gebeuren. Jullie zullen blij op reis gaan en veilig in Israël aankomen. De bergen en de heuvels zullen over jullie juichen. De bomen in het veld zullen in hun handen klappen. Thank you.
lezing uit het evangelie is Matteüs 13, vers 1 tot 9 en 18 tot 23. Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan en daarom ging hij in een boot zitten terwijl de menigte op de oever bleef. Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg en er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond waar maar weinig aarde was en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. En toen de zon opkwam verschroeide het en omdat het geen wortel had droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels. En toen die opschoten, verstikten ze het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede grond. En dat bracht vrucht voort. Deels 100-voudig, deels 60-voudig, deels 30-voudig. Laat wie oren heeft goed luisteren. En hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier. Bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort, maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat in hun hart is gezaaid. Bij hen is op de weg gezaaid. Het zaad dat op de rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen. Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen stand. Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken. Het blijft zonder vrucht. Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. En ze dragen dan ook rijkelijk vrucht. Deels 100-voudig, deels 60-voudig, deels 30-voudig. Hier eindigen de lezingen uit de schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren.
Christus. Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. Zingende keert hij terug met zijn schoven. En dat zingen, dat heb ik zo ontzettend gemist. Al die afgelopen weken. En dan vooral dat hier samen zingen in de kerk. We mogen weer naar de kerk sinds 1 juli. En daar zijn we blij mee. Maar we mogen niet zingen. En ik weet niet of sommigen van jullie het niet net zo'n rare ervaring vinden als ik. Dan hoor ik die prachtige psalm waarmee wij onze dienst begonnen zijn. Die hadden moeten zingen. Met z'n allen. En dat kan nu niet. Altijd gewend om mee te doen in de liturgie. Altijd gewend om in te stemmen met de lofzang. En dan wordt je stem ontnomen. En je wordt niet gedragen door het lied op aller lippen. Ja. En nou lees ik voortdurend in de krant dat veel mensen al die beperkingen goed zat zijn. En dat protesteert tegen wat in hun ogen viruswaanzin is. Dat wil de saaiheid te lijf. Dat wil de eenzaamheid doorbreken. Dat wil de vrienden weer huggen. Dat wil weer lachen, zingen, gelukkig zijn. En wie wil dat nou niet? Wie wil dat nou niet? Maar nog altijd waart dat virus rond in onze wereld. En ik hoor het, dat al die besmettingen weer stijgen. En heel veel van ons hier zitten dan in de kwetsbare groep. En nou gaat het nog over ons die ontzettend op heel veel dingen gezegend zijn. Maar het slaat de hoop van miljoenen de bodem in. Het verslaat tienduizenden onder de allerarmste van deze wereld. En het veroorzaakt nu op dit moment een zee van tranen. En kunnen wij dan wel willen zingen, lachen, gelukkig zijn? Kunnen we dat? Terwijl er zoveel zorgen zijn, dorens en distels die ons bedreigen, harde stenen die ons bezeren, boze virussen die ons van het leven beroven. Dat zaait onder tranen. Dat zaait langs de weg, dat zaait op de rots, dat zaait tussen de distels, dat zaait onder tranen. Ooit, nou nog niet eens zo lang geleden, las ik met een groepje mensen hier vlakbij in de Haarlemmermeer, waar ik nog een bijbelclubje doe, want ja, ik kan het niet laten. Het verhaal van Jezus dat wij nu in de kerk hebben gelezen. Het verhaal wat jullie allemaal zo goed kennen. Van de zaaier en het zaad. Die zaaier is niet goed bezig. Dat was het commentaar van een Haarlemmermeerse boerin. Want in die polder weten ze alles van zaaien en oogsten, van ploegen en mesten. Nou ja, de grond moet natuurlijk wel eerst zaaiklaar gemaakt worden. De grond moet schoongemaakt, de stenen eruit, de dorens gewiet, de grond ruw gemaakt. Wie gaat er nu zaaien op een rots? Wie verspilt het kostbare zaaigoed tussen de distels? Eerst de schone grond, dan pas zaaien. Maar deze zaaier doet het anders. Die gooit zijn zaad wijd uit over een grond vol stenen en dorens. Nou ja,
kon ook moeilijk anders zeggen dan sommige bijbeluitleggers. De grond in Palestina is nou eenmaal de Haarlemmermeer niet. Die kun je niet ploegen. Dat is onbegonnen werk. Maar ik denk eerlijk gezegd dat Isaïer niet anders wil. Hij wil die hele grond bezaaien, rotsen en distels in kluis. Geen plek wordt overgeslagen. Hij is niet goed bezig, zeggen ze dan in de Haarlemmermeer. Eerst was daar woest water. Ik heb het nog niet zo lang geleden een keer gezien in het prachtige museum van de Haarlemmermeer. Eerst was daar goed water. En dat werd droog gemalen. Alle rotzooi en troep eruit. En op de schone grond het kostbare zaad. Had die zaaier van Jezus dat nou ook niet kunnen doen? Nou ja. Er is een verhaal in de Bijbel dat daarover gaat. Ooit was de eeuwige, zo staat geschreven in het Bijbelboek Genesis, zo ontsteld over de rotzooi op aarde, zo ontsteld over al die dorens en distels, al die troep in het vergif, dat hij besloot schoon schip te maken. De grond werd gewassen door een gigantische zondvloed. Jullie kennen het verhaal. De grond moest schoon en maagdelijk nieuws. En onder een stralende regenboog groeide het graan. Maar dat was eens en nooit weer. Voortaan doet de zaaier het met de grond zoals die is. Hij zaait onder tranen, deze zaaier. Hij zaait onder tranen vanwege de dorens en de distels. Hij zaait onder tranen, want daar is dat boze virus. Hij zaait en hij zaait langs de weg op de rots tussen de distels in goede aarde. Het zaad, dat is het woord van het koninkrijk, zegt Jezus. Dus het is voor ons niet moeilijk te bedenken wie de zaaier is. De zaaier is de eeuwige. De eeuwige zaait zijn woord op aarde. En daar doet het zijn werk. Dat stond al geschreven, we hebben het gelezen, bij de profeet Jesaja. Aan de aarde en al wie haar bewonen wordt het woord van God gegeven. Aan de aarde die geplaagd wordt door stenen vol verdriet en distels vol venijn wordt het woord van God gegeven. Aan onze aarde vol twist en tweedracht, angst en geweld. Aan onze aarde vol leugen en bedrog wordt het woord van God gegeven. Aan de aarde die vanaf te beginnen wordt geplaagd, vanaf te beginnen door pesten en pandemieën, wordt het woord van God gegeven. Dat wordt in die aarde hoopvol gezaaid. Zoals het zo prachtig werd verwoord in dat lied van Jeanette Delver en Hildegard von Bingen. Woord door klank, door heiligheid aangeraakt, vloeit als purperrood bloed uit de hemel, dat onderhuids kloppend gaat, zuurstof geeft, liefde. Wat heeft God te maken met de pandemie die wij nu beleven? Heeft hij die soms gestuurd om ons mores te leren? Dat wordt wel eens gedacht en gezegd in de kerk. En het lijkt soms dat de Bijbel daar aanleiding toe geeft als in psalmen God de wind, de storm, de hagel en de pest stuurt. Wordt trouwens niet alleen in de kerk soms gedacht en gezegd, maar nog veel meer daarbuiten. De pandemie die moet ons mores leren, de pandemie moet ons milieubewustzijn leren en eindelijk eens een keer opvoeden tot eendracht. En weet je, nu is milieubewustzijn en eendracht heel goed en nodig, echt waar. Maar ik denk niet dat ooit een pandemie een instrument van God is en ook niet van moeder natuur om ons te leren hoe het moet. Wat heeft God te maken met de pandemie die wij nu beleven?
die niet. Hij bestrijdt hem. Want in de pandemie zaait hij zijn woord. Hij zaait onder tranen. Vanwege alle doorns en distels, alle stenen en boze virussen. Hij zaait onder tranen vanwege al die bedreigde levens. Al die in duigen gevallen toekomstplannen. Hij zaait onder tranen vanwege de arbeidsmigranten en flexwerkers die het gelag betalen. Hoopvol en onder tranen zaait hij zijn woord. En vanaf te beginnen, ik vertel geen nieuws, vanaf te beginnen is bij dat woord van God gedacht aan de goede woorden van zijn vriendschap met de mensen. De 10 woorden vormen er de kern van. Dus wij hebben geen pandemie nodig om ons te leren wat goed is en de eeuwige van ons vraagt. Dat is al vanaf te beginnen in ons gezaaid. Let op, in een wereld waarin het grote geld uitmaakt wie medicijnen en vaccin krijgt, zegt hij dat woord, dat je eerlijk moet zijn. In een wereld vol nepnieuwsverspreiders, klimaatontkenners, complotdenkers, wat niet al, zegt hij dat woord, dat je elkaar de waarheid moet gunnen. In een wereld vol overvloed met dingen die je in beslag nemen, status, afkomst, bezit, genot, positie, noem het maar op, zegt hij dat woord, dat je daar vrij van kunt worden. In een wereld vol leegte zegt hij dat je God kunt vinden. Hij zaait onder tranen vanwege al dat verdriet in onze wereld. Hij zaait onder tranen vandaag, omdat het nog niet over is, nog niet. En dat wij amper zingen kunnen, wat ik zo vervelend en naar vind, dat wij amper zingen kunnen, dat is daar een teken van. Het is nog niet over, nog niet. Hij zaait onder tranen, zouden wij dan niet wenen vandaag. Hij geeft ons zijn woord niet om anderen de maat te nemen. Mopperen over doorhoud, mopperen over die jongeren die zich niet beheersen kunnen. Hij geeft ons zijn woord niet om elkaar de maat te nemen. Hij geeft ons zijn woord om elkaar te dragen en om elkaar te troosten. En om te doen wat goed is in bange tijden. En zal dat woord nou ooit vrucht dragen? Ja. Het antwoord op die vraag, zal het ooit vrucht dragen? Dat antwoord is een geheim, zegt Jezus. Het is een geheim. Hij spreekt zijn gelijkenissen in geheimtaal. Maar onmiddellijk legt hij dat geheim dan vervolgens aan zijn leerlingen, zijn vrienden uit, opdat die het op hun beurt ook weer doorvertellen, door de generaties heen, tot op vandaag nu hier in deze kerk. En dit is het geheim. Het zaad, dat is het woord van God. Ja, dat wist u al. Maar let nou op wat er vindt in die gelijkenis een hele bijzondere kanteling plaats. Want dat zaad, dat woord van God in de uitleg, wordt het een mens. Dat zaad wordt een mens, die wordt gezaaid in de aarde, wordt gezaaid langs de weg, op de rots, tussen de distels, in goede aarde. Jij bent dat zaad. Jij valt langs de kant van de weg. Waar je wordt bedreigd door dat virus. Jij bent dat zaad. Dat verdort omdat je geestelijk voedsel ontbeert. Jij bent het zaad. Dat het moet uithouden. Te midden van de distels en zomaar door zorgen en angsten wordt overmand. Of door luxe en klatergoud verleid. Jij bent dat zaad. Dat door de goede God op deze aarde wordt gestrooid.
om te delen in al dat verdriet, om te troosten, om het goede te doen, om met dat woord te leven en te werken. En niet alleen jij, hij ook, zij ook. En om te beginnen, onze Heer zelf, hij allereerst. Want dit is het geheim, de zaaier zaait zijn zaad op de aarde. Dat zaad is allereerst onze Heer zelf. Hij, het vlees geworden woord van het koninkrijk, dat woord dat mens geworden is, we weten het. Hij die voor ons alles belichaamt wat waar is en goed en genadig en trouw en barmhartig en vol mededogen. Hij dus, hij wordt onder tranen gezaaid. Hij wordt vertrapt langs de weg. Dat wordt hij. Hij versmacht op de rots. Dat doet hij. Hij wordt verstikt door de distel. Jazeker. Hij wordt begraven in de aarde. Dat gebeurt. Maar dit is het geheim, dat hij begraven in de aarde 100-voudig vrucht draagt. En wij, verbonden met hem, ook. En jij en ik gaan de weg van alle zaad. Straks zal Loes een prachtig lied zingen wat daarover gaat, mijn lievelingslied. De aarde is vervuld van goede tierenheid. Van goddelijk geduld en goddelijk beleid. Jij en ik gaan de weg van alle zaad. En de eeuwige zaait ons vandaag onder tranen. En jij en ik komen de steden tegen. De duivel. De distels. We verdorsten soms. We stikken soms. We worden door zorgen overmand. Maar met hem verbonden halen we opnieuw adem, moet soms uit je tenen komen, om te doen wat moet vandaag. Elkaar te dragen, te troosten, te bemoedigen. Want vandaag kunnen we niet zingen, nauwelijks, amper, een beetje misschien. Maar vandaag delen we de tranen van God over onze wereld. Vandaag kunnen we amper zingen, maar ooit, het gaat weer gebeuren, zingen we voluit mee het lied van de eeuwige. Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen, maar zingend keert hij terug met zijn schoven. Amen.
dit mooie lied heb ik dan enkele mededelingen. Allereerst de bloemen die gaan vandaag als groet van onze gemeente naar Ria en Johan van de Eikhof. Als dank voor alle werkzaamheden die zij in de afgelopen weken in de vakantie van Bas ook vervuld hebben. Tweede mededeling betreft, en overigens, dat vergeet ik te melden, als iemand de bloemen weg wil brengen, dan kan die zich na de dienst bij Bas of bij mij daarvoor melden. Dan een mededeling over de collectes. Wij hebben twee collectes, die doen we zoals gebruikelijk niet nu in de kerk, maar straks na de kerk staan er twee manden klaar waarin u uw gaven kan deponeren. Er staat precies aangegeven welke mand voor welk doel is. De eerste is de diaconie-collecte en de andere is voor de kerk. En in het zondagsbulletin staat prachtig aangegeven wat de bestemmingen daarvan zijn. En daar verwijs ik graag naar. Tot zover deze mededeling. Laten wij samen danken en bidden. Gezegend zijt gij, eeuwige God, barmhartige Vader. Gij doet uw zon opgaan over de aarde en schenkt uw licht aan de mensenkinderen. Gij voedt ons met uw woord vol liefde en leidt ons op uw weg ten leven. Zie ons aan, zie heel uw gemeente, zie ons en zegen ons en onze gaven, dat wij vruchtbaar zijn. Voor jonge mensen bidden wij. Ze lijden onder alle beperkingen van de crisis. Ze worden harder dan ouderen getroffen in hun werk. Er komt zoveel op hen af. En ze willen zo graag leven en gelukkig zijn. Behoed onze jonge mensen, lieve God, en leid hen op een goede weg. Voor uw gemeente bidden wij dat zij waarachtig getuige is van uw gerechtigheid en recht, uw genade en trouw. Laat wat kostbaar, maar ook kwetsbaar is, laat uw woord in ons hart en uw vonk in ons binnenste groeien en tot bloei komen. Voor de stad bidden wij en voor de wereld. De mensen verlangen naar heelheid en vrede. De mensen verlangen naar wat echt is en puur. Wees met de stad en allen die haar bewonen. Wees met uw wereld en alle volkeren. Geef vrede en voorspoed in onze dagen. Wij bidden u, God, voor alle mensen in ons midden en in onze kring die nu verdriet hebben. Alle mensen die zorg hebben over hun eigen toekomst en die van hun kinderen, die zorgen hebben om hun lichaam. Wij bidden u, wees ons zeer nabij. In de stilte zijn wij voor u. Zie ons, God, hoor ons en zegen ons. Lof zij u, Christus, die ons leert bidden, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is lied 416. U hoort het, we gaan het staande aanhoren. U hoort het, het wordt gezongen door het Vocaal Theologisch Ensemble. Maar van mij mag je heel zachtjes meezingen. Zijn zegen. De eeuwige zegene u en hij behoede u. De eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffen zijn aangezicht over u en geven u genade.